De media in Rusland staan niet onder censuur, maar er zijn strenge regels. En een van die regels zegt dat president Poetin onschendbaar en onfeilbaar is. Het kan dus niet zo zijn dat hij zich verslingert aan een sportieve pin-up. Hij is tenslotte de vader van de natie en de vader van een gezin. Hoe dat gezin functioneert, dat weten we niet. Zijn twee dochters bijvoorbeeld hebben we nooit gezien en zijn vrouw Ludmila minder en minder. De eigenaar miljardair van de krant, Moskovski-correspondent die de rol bracht, heeft alles goed begrepen. Hij heeft zijn krant opgedoekt. Maar was het verhaal over de liefdesaffaire van president Poetin nu waar of niet waar? Het antwoord op die vraag, dat kunnen we alleen vinden in de beslotenheid van de beroemde Russische keukentafel.